En oefeningen doen die echt geen. F*** met de sport en met je race, met je wedstrijd eigenlijk te maken hebben. Oh, kruispassen. Ja. Echt? Zeker. En is het toch ook een beetje gek, of niet? Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoe nuttig is een warming-up en waar moet je op letten. Je klaarmaken voor een wedstrijd kan op vele manieren. De een schudt zijn benen even los, terwijl een ander uitgebreid zijn hele lijf activeert. Ook de wielenprofs zie je voor een etappe vaak een heel inspanningsprotocol afwerken. Is dit geen onnodige verspilling van energie? Hoe belangrijk is een warming-up? En hoe voel je hem het beste uit? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. 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 Zo, de donkere novembermaanden zijn uh, bij ons gekomen. Ja. Uh, extra belangrijk als het zo fris weer wordt om uh, te warming up, denk ik. Of niet, Jurgen? Ja, dat moeten we maar eens even gaan bekijken. Hè. Ja. We hebben weer een fascinerend onderwerp voor deze aflevering, warming up. Je denkt, is een no-brainer, is altijd goed, altijd belangrijk. Misschien komen we daar ook wel uit, maar we gaan natuurlijk even kijken... Is dat ook wetenschappelijk aangetoond of aan te tonen? Uh, we gaan het hebben over wat de beoogde effecten zijn van warming up. Hè. Hoe zinvol dat dan is, zeker voor een duur inspanning. Kleine spoiler: ik zeg inderdaad ook altijd bij de marathon. Nou, ik loop wel warm in de eerste kilometer. Uh, Helpt een warming up tegen blessures? Waarom zijn bijna maximale spiercontracties in de warming up. Nuttig. Aha. Dus daar geven we al iets weg. De PHP's. En is het slim om voorafgaand aan een snelle race in je warming-up ook even diep te gaan? Mm -hmm. Dat zijn allemaal vragen die we op ons draaiboek hebben gezet. Daar gaan we doorheen lopen. Je hebt studies klaargezet. Ja. Maar voordat het zover is, eind november, <laughs> hij is weer in het land. Hij kwam, hij komt en, uh, en hij gaat ook weer weg. De feestdagen komen ja, eraan, Jurgen. Ik zie hier uh, een grote doos staan. Ja, uh, kijk eens op YouTube, zien onze studio uh, bijna volledig ingenomen. Een hele grote ja. bruine doos. Um, wij ja. gaan maar even unboxen. Want er is een uh, schoenenmerk geweest. Dat zei: Nou, jullie zijn een uh, bekende podcast over hardlopen. Willen jullie een aantal schoenen voor ons testen? Zei, nou, dat is eigenlijk niet echt het format wat we doen. Maar je mag ons natuurlijk best schoenen opsturen en dan gaan we ze uitproberen. En dan willen we er ook wel uh, over laten weten hoe het is. Hebben we een jaar geleden ook meegemaakt. Ja. Vaste luisteraars weten dat. Dat was on. Maar deze week hebben we een doos. Met maar liefst. Ik uh, schuif hem even open. Tadaa. We zien een ja. blauwe schoenendoos. Daar staat. Met uh, bruin. Brooks. Bro Brooks. 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 Jazeker. We hebben voor Guido, voor jou en voor mij. En uh, verse doos schoenen. Het is een nieuw uh, exemplaar. En even, dus, lieve luisteraars en kijkers, dit is dus soort van wel gesponsord. In de zin, wij krijgen hier geen geld voor, maar wel gratis schoenen. Dus dat is ook geld. Ik denk natuurlijk. dat ik die jou heb. Ja, want de ik de heb mijn, oranje, ja, dat rode road. schoenen. Ja. ja, Dus het, is, uh, het zijn de, de Brooks Ghost Max. En uh, daar zit een uh, flinke laag schuim op. En uh, nou ja, de, 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 op de website staat dat ze vooral heel comfortabel zijn. Dat heb jij natuurlijk altijd gezegd? Hè? Belangrijk voor schoenen. Ja, ze zijn licht sowieso. Uh, ja. Dus ja. dat uh, vrij dikke zol. Maar ik zie niet zo 1, 2, Of de carbon zit nee, niet voor werkt. Het, ja, daar ik moeten we ook even, niet te uh, zeggen. Maar daar zullen we op terugkomen als we erop gelopen hebben, ja. hadden we even iets beter moeten voorbereiden. Maar ja, de doos uh, hebben we in ieder geval uitgepakt. Ja. En uh, wij gaan erop lopen. Laten we twee dingen zeggen. Iedereen die nog verlanglijstjes moet maken voor de Sint of voor de kerst. We hebben natuurlijk een webshop. Misschien wil je zo'n leuke mok. Misschien wil je het boek Het Maakbare Uur. Misschien wil je een Active Dry Running shirt. Um, zet ze op je lijst en zorg even dat je op tijd bestelt. Want wij zijn natuurlijk niet de bol.com. Uh, we moeten het uiteindelijk zelf allemaal in een doos stoppen en naar de post brengen. Dus uh, dat doe ik met heel veel liefde. Handgeschreven kaartje erbij. Maar uh, bestel op tijd als je uh, cadeaus op tijd in huis wil hebben. Dus uh, bijvoorbeeld deze week als je nog iets wil voor de Sinterklaas. Alle andere merken die ons uh, gratis spullen willen geven, uh, neem maar even contact op. Wij hebben daar wel wat voorwaarden in, want we gaan niet zomaar over spullen praten. En lieve luisteraar weet dus ook, alle spullen waar wij over gesproken hebben, bijvoorbeeld uh, de, de laps en zo, is allemaal ongesponsord. Ja. Dus uh, tegen de tijd dat we het weer over die broekschoenen gaan hebben, dan uh, zullen we er nog een keer goed bij zetten dat we ze gratis gekregen hebben. Goed, tot zover de warming-up van deze aflevering. <laughs> Jurgen, ja. laten we bij het begin beginnen. Zeker. Uh, zeker in wetenschappelijke context. Wat, wat is een warming-up? Ja, de naam zegt het al, zou ik zeggen. Hè? Ja. Toch iets, iets met opwarmen. Ja. Opwarmen van het lijf. Uh, opwarmen van uh, de spieren, die ja. je toch uiteindelijk moet doen. Ja, ik denk ook dat dat een beetje toch een, een paraplu. Term is ergens warming up. Ja, iedereen kent het, maar wat nou precies de definitie is wetenschappelijk? Nou doen? ja, precies, want we, we hadden het in de terugblik van Teleur ging het even over zee, want kun je geen uh, niet ja. iets doen over yoga? En dus jij ja, denkt ja, yoga, yoga, wat is yoga? Je hebt ja. zoveel manieren van yoga, ja. dat is moeilijk wetenschappelijk hard te maken. Ja. Ik denk meteen bij warming up. Ja, daar kan je ook op honderdduizend ja, manieren. Ja, want doen. je hebt een actieve warming up en een passieve warming up. Oh. Wat ja, actief vertellen? is dat je ja, lichaam uh, uh, het werk laat doen om ja. op te warmen. Ja. Passief is eigenlijk dat je aan de buitenkant of ah. met een deken of met een, nou, een massage zou kunnen. Letterlijk of... de temperatuur ja. wat omhoog brengt. Uh, Oliën. En uh, daar hebben we ook nog wat een, een vraagje over gehad, volgens mij. Of een speciale warming-up olie, uh, of dat zinvol is dus nou ja laat ik het ophouden. Uh, het opwarmen van uh, de spieren het gereed maken van het lijf ja. nou ja en dat heeft wel gerelateerd aan daar hebben we het al eerder over gehad er is natuurlijk een bepaalde uh, optimale temperatuur waarbij uh, spieren het beste werken ja. en dat is in principe net even wel wat hoger ja het ligt rond de 37 graden uh, dan vooral op een, een koude novemberochtend. Uh, nu het geval is. als je aan het zitten bent. Mm -hmm. Dus ik bedoel, er is een kerntemperatuur. ja, die wordt wel goed in de gaten gehouden. Maar dat uh, de meeste spieren zitten toch in de periferie. Ja. een beetje aan de buitenkant. Ja, en daar is het gewoon een stukje kouder dan die 37 graden. Dus, uh, dus dat is stap één. Daar moet ja. bloed en daarmee temperatuur naartoe. zodat die spieren Precies. lekker goed dus kunnen functioneren. Dus je hebt over. ja, doorbloeding komt er dan bij. Uh, Extra ja, daarmee het zuurstofaanbod, wat al een beetje in gereedheid wordt gebracht om uiteindelijk die mitochondriën te voorzien: van van, uh, van 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 zuurstof, ja, voor nieuwe luisteraars energie. de, de energiefabriek. Is ja. in je spieren, ga vooral eens luisteren naar onze aflevering over mitochondriën. Als je echt diep onder de motorkap ja. wil, en daarbij uh, dan noem je het ook al uh, juist, nou ja, de, het zuurstof Aanbod op gang brengen. Maar als je kijkt bij spieren, heb je ook met de aansturing te maken. Mm -hmm. Dus er wordt ook gezegd, ja, de zenuwen. Die zijn misschien die, uh, de zenuwgeleiding, activatie. Ja. Die werken ook wat beter bij een wat hogere temperatuur. Die moet je ook even wakker maken. Die moet je ook even wakker maken. Nou, energiesystemen moeten een beetje wakker gemaakt worden. Dus het, uh, het heeft allemaal een beetje van het klaarmaken van. Uh, je lijf voor inspanning. Ja. En daar hoort in ieder geval een, uh, een bepaalde temperatuur bij. Exact. Ja, exact. Want de aanleiding dat we het hierover hebben zijn uh, een aantal vragen van luisteraars. Ja. Onder andere Ivar Meijer heeft ons uh, geschreven. Die zei: uh, Ik ben een nieuwsgierige vierdejaars fysiotherapie-student. En die zei: uh, Hebben jullie al een aflevering gemaakt over warming-up? Want ik heb wel een aantal vragen, zoals: wat doet een warming-up warming exact? Fysiologisch, kinetisch, neuromusculair. Nou, daar mm -hmm. raak je al een beetje aan. Werkt een warming-up überhaupt wel blessure preventief? Want dat is, eh, dat is een soort van de wijsheid, de volkswijsheid. Ja. Je moet even opwarmen, anders scheur je straks nog een spier of zo. En hoe ziet dan de ideale warming-up eruit? Of bestaat dat niet? En Maarten Drent die stuurt ons ook een bericht. Een suggestie voor een leuk onderwerp. De zin en onzin van herstel en warming-up. oliën, Zoals bijvoorbeeld de Born Starter, Born Recovery... en de Morgan Blue Muscle Relax. Maarten, Ivar, dankjewel voor jullie vragen. Daarom gaan we het hier dus over hebben. Maar uh, ja, we gaan het zo over studies hebben. Eerst nog even jijzelf. Het teleur, ja. ja, een halve marathon lopen. Nou, Wat heb wel... je aan warming-up gedaan? N eigenlijk heel weinig, want ik liep me leiden door uh, Jill Holterman, die, uh, de warming Ja, dat was, uh, was zo'n ja. groepswarming-up ja. voor het start. Nee, maar het was wel maf, want wij liepen natuurlijk van, uh, vanaf de, uh, waar we, uh, ons verzamelpunt naar de start... En ik vroeg, ja, we liepen met z'n allen en ik zei nou, ja we gaan jullie nog een beetje rennen en zo? Noah, en, uh, ja, en voor je het weet zat je al in die fuik voor aan de. Aan de uh, tussen de hekken. De start, ja, tussen de hekken. Ja. ja, dan zit je een beetje op je plaats, een beetje te bewegen, zeg maar. Maar ja, kijk je om je heen, dan zie je mensen strekken, rekken. En denk, ah, daar was een aflevering over. Dat, dat moeten we niet doen, hè? En toen nee. kwam uh, Jill met, uh, met een leuk muziekje erbij. En dat was inderdaad warming up de plaats. Maar er zat ook nog wel wat. wat uh, een rekstrek bij en ja, dus ik heb eigenlijk uh, het wisselt bij mij ook sterk. Ik laat me vaak leiden door wat anderen doen en ja. of ik heel vroeg ben of niet, ja, uh, ja, ik of je, je tijd zeggen. over hebt, omdat je ook een beetje mentaal iets hebt, ja. Hm. Gewoon maar stilstaan en niks doen, dat voelt dan ook, dat weer voelt niet, het goed. ook dus, niet goed. Hè? Dus daar zit ook een mentale component bij. Ja, ja een beetje de, de, ja. de zenuwen en de tijd doden. Maar in dit geval was de temperatuur was, mwah, het was een beetje aan de frisse kant, maar niet overdreven. En ik wist inderdaad, nou, voor een halve marathon, dan is het eigenlijk die warming-up... Nou ja. Dan doe ik wel, is het genoeg die vijf minuten die ik met... Dus hier uh, met horen we al een ja. hint die hopelijk de wetenschap ons ja. zal gaat vertellen. Het maakt uit wat voor een inspanning we ons voor gaan opwarmen natuurlijk. Ja, maar ik zag jou, uh, jij, jij deed ook niet zoveel hè, voor die marathon. Nee, zeker, nee zeker de marathons, de halfmarathons ja. doe ik niet zoveel. Wat ik net al zei, dat doe ik wel in de eerste kilometer. Ja. Ik moet wel zeggen, complimenten aan Jill Holterman. Uh, ik heb helemaal bij zo'n groepswarming, op, daar denk ik, ja, god op met de stomme dansen. Ja ze kreeg mij mee. Ja, ze ja. deed het zo goed dat ik zelf dacht: nou, oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik doe ook even mee, even springen, even rekken, even, nee niet precies, rekken. Ja. Dat deed je helemaal niet, We deden je niet. Heel ja, erg, je een moet je oefening waarbij je even, ja. nou ja, goed, ja, je, dus, actief dus, rek dan ja. heet dat dan, Ja, hè? ja. Actief, precies. Ja. Uh, dus dat heb ik wel meegedaan. Wat ik vaak uh, doe, ook wel, nou, trainingen weet je, nee, trainingen doe ik eigenlijk ook niet zoveel maar In een ja. training zit vaak gewoon de eerste vijf of tien minuten zijn ja. rustig. Warm sporten, dat is dan zwemmen je is inzwemmen, ja, dat hardlopen is inlopen, ja. fietsen is vaak ook even infietsen. Ja. Uh, niet meteen uh, vol intensief. Ja. Maar wat doe je bij een 5 kilometer of een 10, 10 kilometer? Zeg maar ja, dan moet ik dus denken, vorig jaar bijvoorbeeld Renswoude, ja. uh, liep ik de 10 kilometer, dan ga ik toch wel inlopen. Ja. Ja. En dan ga ik, uh, ja, hoe ver? Nou Kilometertjes of zo? Want ik, ik zit dan ook, nou gaan we het zo in de aflevering over horen, ik denk dan ook, ja... Moet me ook weer niet te moe nee. maken. Hè? Nee. Ik heb het niet voor niks goed uitgerust. Dus ja. een beetje warmlopen wil ik dan wel. Ik ga zwaaien. Hè? Ik ga alle, alle gewrichten even een beetje loswerken. Ja. Ik, uh, ik heb ooit een workshop Tai Chi gevolgd. En dan ga je, op een, uh, hè, met, je met je voeten op uh, heupbreedte of schouderbreedte staan. En dan ga je gewoon heel lichtjes. Met je armen langs je lijf zwaaien en met je hand alsof je zeg maar een beetje water wegschept. En dan gaat de chi stromen. Ja. Nou, dat zal 110% placebo ja. zijn, maar ik geloof daarin. Okay, ja. Dus ik doe vaak dat wel een beetje ja. om, uh, om een beetje warm maar te maken. Maar je worden. hebt niet een vast protocol wat je afwerkt. Nee. 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 Nee, ik ook niet. Maar ik merk soms dan. Ja, dan ga ik ook van, van die, die voetbalwarming-up uh, oefeningen doen. De Zijwaard, zeg maar. Ja, ja dat doe ik ook. Ja. Als ik ga warmlopen, doe ik dat ja. er in. Dus een beetje joggen. En dan zijwaard. Spreidsprongen, uh, weet je wel. En kruispassen. Maar en, ja, zo uh, ga je uiteindelijk helemaal niet lopen. Of. Uh, nee. op. Maar dus ja, dan, dus dan maken we beetje... het lijf goed los. Ja. Toch? Dus daar Wat zit. Nou zit ja, het, het lijf goed los. Daar heb je het al. Die hadden we nog niet van, Mensen hebben het inderdaad over. Uh, ja toch een beetje de lenigheid uh, opwekken hè. het moet allemaal wat uh... terwijl aan de andere kant hebben we het ook gehad bij de rekstrekkenaflevering. ja, ja. Hoe, hoe belangrijk is lenigheid aflevering 102 was dat alweer dus dat en... zijn eigenlijk wel de discussies van nou hoe lang moet je het überhaupt doen uh, ja op welke intensiteit wil je niet veel energie verspillen uh, ja ga jij eigenlijk doe je alleen maar de beweging die je in de wedstrijd ook gaat doen of ga je andere bewegingen ook nog doen Um, ja, ik weet niet of ik een definitieve antwoord heb, nee. maar het is in Wat ieder geval heb je gevonden? een review van, uh, alle, van vijf jaar geleden en die heeft echt uh, alle studies op een rij gezet en die zei ja, zeker werkt een warming up, maar vooral als het gaat om kortdurende uh, krachtsinspanningen. Kracht met name, sprintjes. Ja, ja. Dat, zie je, dat hoor je vaak hè? bij atletiek. Die 100 en die 200 meter uh, mensen. Ja die zijn echt veel langer bezig met een warming-up dan, dan de race zelf. Voor hun is het natuurlijk ook essentieel dat die vanaf een seconde. Uh, 0,001 ja. aan het staan. En ja. dat die spieren meteen al op dat moment. die kracht kunnen leveren. en die energie. Uh, ja. uh, vrijmaken die, die nodig is. Dat is natuurlijk anders dan uh, hoe, hoe langer die inspanning duurt. Maar daar. toen zei ze. Ja, over de duur inspanning. zei ze. Nou, 80% van de studies laten inderdaad. wel een positief effect zien. tussen de 1 en 20%. Dat hebben ze natuurlijk op verschillende manieren. uiteindelijk prestaties tussen de gegeven. 1 en 20%. Ja. Waarop? Op uh, een, een prestatiemaat en dus, 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 dus vaak een loopbandtest, of ja, idealiter maar vaak in het lab uitgevoerd, of een fietstest. Of, uh, nou ja, maar soms. 20% zou echt heel veel ja, zijn, hè? maar 1% is weinig en het, <laughs> ja. het varieert daar dus tussen. Maar er was ook dus 80% prima, maar 17% van de studies. Ja, ja, ja van, van die studies, zei ze ja, die gaf een negatief effect. Het ja, gaf een prestatievermindering. Aha. En dus 3% gebeurde niks. Dus het kan ook averechts werken. Maar dus ik even zei terug bij mijn eerste vraag, Jurgen: dit is natuurlijk namelijk heel breed. Ja. Want heb ik het over een 100, 200 meter atletiekbaanprestatie? Versus. Heb ik ja, het een halve nee, maar dit ging specifiek. Kijk, die kracht was allemaal wel duidelijk. En kortdurende inspanningen. Pak een beetje tot 1, 2 minuten, denk ik. Okay, dat gekeken. is belangrijk. Daar ging ja. je in deze studie zo. En de duur-inspanningen. Ja. En dan hebben ze echt. Met, met, met zwemmers, met hardlopers, met fietsers. Noem alles. Alles waarbij je in, het in ieder geval minimaal. Richting 10 20, minuten, 30 minuten, 15 ja. minuten bezig bent. Ja. Zeiden ze: Ja, we zien zeker een positieve trend. Nou, in de meeste gevallen. Maar let op. Het kan ook wel eens. Aan En dan ga, zij gaan in die discussie dan in, eigenlijk een beetje zoals wij, wij dat net ook deden: van ja, waar kan het aan liggen? Zeiden, nou ja, het is vaak onduidelijk in die studies hoe ze precies die warming-up doen en doen ze inderdaad het, geen. Het protocol. Ja. Toch? Hè? Wat hebben ze gedaan? Uh, hebben ze, zijn ze te lang bezig geweest? Ah, ja. Hebben ze gewoon energie zitten verspillen? Hoeveel tijd is er geweest tussen de warming-up en de test? Ik kan je ook wel voorstellen. Is daar iets over te zeggen? Nou, uiteindelijk ja, er wordt er iets aangehouden van 10, 15 minuten, is prima. Ja. Maar daarna, daarna je dan je moet je afgekoeld, ja. dus klaar. Dus ja. daar kunnen we het ook nog over. Wat moet je dan doen? En vaak heb je, nou ja, jij hebt het bij Rotterdam uh, meegemaakt. Dan ga ik ook mee. En dan, dan moet je al ruim van tevoren daar in dat staan. vak staan. Ja, sta je vast. En uh, ja, hoe doe je dat dan? Maar ik wil denken, want hadden natuurlijk vorige week weer de zeven loop. en ik uh, mag daar uh, met mijn tijd in het voorste startvak vorig jaar ook. Dat is ook grappig, want dan krijg je dus in die kooi een soort draaikolk. Ja. Want dan gaat iedereen op een gegeven moment dan wel de kolk in, maar dan gaan ze daar oh, nog ja. wel warm lopen. En dan wordt het dan steeds drukker <laughs> en op een gegeven moment gaat dat dan niet meer. Ja. Ja. Maar dat is ook wel een apart fenomeen hoor. Dan grappig. loopt iedereen daar een beetje rondjes te draven. Ja, ja. Dus dan word je eigenlijk meegedirigeerd van de moshpit van de Ja. Dus hij geeft, die onderzoekers geven aan... Ja, uh, uh, Lastig om, om uh, vanuit de wetenschappelijke literatuur precies in te schatten wat nou een goede warming-up is. Het, het, het kan werken, het lijkt wel te werken, maar ja, let op: uh, er zijn een aantal factoren waar je rekening mee moet houden. En zij gaan in ieder geval, zij zei echt van ja, wat wij uh, duidelijk zien als negatieve factoren is te lang bezig, te lang moeten wachten. En oefeningen doen die echt geen flikker met de sport. En met je race, met je wedstrijd eigenlijk te maken hebben. Oh, kruispassen. Ja, echt? Dus ja, dat, 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 zeker. Dat wordt dan ook benoemd. En is het toch ook een beetje gek, of niet? Van. Uh... Kijk, ik snap het voor voetballers allemaal wel. Die moeten ja, die moet heel zijn. dynamisch die moeten, alle uh, kanten. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ik denk dan vanuit wat ik hier al een keer of uh, zeven heb zitten betogen, ASM-achtig. Ja. Ik ben ja. niet alleen hardloper, ik ben atleet. Dus ja, ik, moet, uh, okay. ik moet alle bewegingen... Dan zou je zeggen: je komt ergens een steen tegen, of een boomstroom, ja, of uh, nummer 1 ja, kunnen stappen. Okay. Of een tegenstander ligt op de grond en dan, weer ja, dan wil je daar zijwaarts in. Ja, wil je niet dat je dan okay. opeens je ja, op, lief verrekt? Omdat op die manier, Maar ja, dan zou je eigenlijk eens een keer een videoopname moeten nemen van jouw wedstrijden en dan merken. Hoe vaak ga je die uh, zijwaarts? Uh, nou ja, ja. Nee, niet zo vaak. Nee. Dus dat is een beetje. Nou, maar dat heeft ook met arm zwaaien. Hey, te ik maken, ben benieuwd bijvoorbeeld. Ja, ja, ik, ga, ik ben ook uitgebreid bezig dan met, met mijn arm, arm zwaaien. Ja. Ik ook lekker Het ja. voelt heel belangrijk ja precies alsof je schouders enorm, los. Ja. ik moet zeggen ik heb die gedachte dan wel waarom draai ik nou mijn schoudervloed ja. maar goed je is, armen doen er ook mee met haar ja zeker maar, maar is maar de vraag je je dan van dan lukt het niet als je gewoon de armbeweging van het lopen maakt maar moet je echt bovenhands alsof je oh, ja. klaar maakt voor zwemmen snap je een beetje ja nou ja maar aan de andere kant uh, uh, iedereen zegt ook kijk niks doen nou ja, daar komen we misschien zo op. Kan ook nog. Maar dat voelt mentaal natuurlijk een beetje gek. Als jij zegt: nee, ik doe helemaal niks. Nee, ik want, kom van de bank af. Ik want kan de wetenschap, wetenschap laat zien: van, het maakt allemaal misschien niet eens zoveel uit. En vooral van voor langere inspanning. Even terugstarten. Uh, blessures. Ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Uh, ja, dat is een vraag van Ivar. Die is: er is alleen eigenlijk voor het voetbal heeft FIFA. Heeft FIFA 11 heet het of FIFA 11 Plus. Je denkt aan een, een uh, videogame ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar het is echt een officieel warming-up programma wat uh, vanuit uh, uh, de Internationale Voetbalbond is gestart uh, en, en geïnitieerd. En uitgeschreven uiteindelijk. Mm -hmm. En dat is volgens mij uh, ja, vanaf. 14, 15 jaar wordt dat standaard ingezet. Dat zijn een x aantal oefeningen. Daar is zelf onderzoek naar gedaan vanuit FIFA deels en die is laten zien dat dat inderdaad uh, minder blessures geeft. Ja. Dus daar geloof. En dat is dus in een sport waar snel draaien, ja. keren, starten, stoppen, Precies. heel belangrijk ja. is. Ja, waardoor je dus ook iedereen meteen staan wachten wacht even, maar de belasting daar op gevrichte spieren, ja, pezen, is natuurlijk veel intenser. Dus ja. daar is goede doorbloeding en ja. waarom op. Ja. ja. Dan denken we natuurlijk hier al bijna weer, logisch. Ja, logisch. Dus en, ik ben nog even nieuwsgierig. Jij zegt risico of, of negatieve factoren. Nou, da daar schoten wij even konijnenhol in. Dingen mm -hmm. doen die niks met de beweging te maken ja. hebben. Maar je zegt ook, te lang. Ja. Hebben ze dat ergens een beetje gekwantificeerd? Is... Wat is te lang? Ja, of is dat dan in verhouding tot de ja. activiteit die je gaat doen? Ja, sowieso. En, en ja, het is ook logisch, de buitentemperatuur maakt ook al nogal wat uit. Hè? Want ik weet niet, als het bij 25 graden is, ga jij überhaupt dan nog een warming-up verder? Uh... Ja, dan blijven we dus in het hoekje een beetje ja. losdraaien, zeker ja, en, en de dus tijd opstromen. Nee, maar zijn studie vind ik nog steeds... Ja, er is discussie. Eigenlijk, uh, tot tien jaar geleden... Was het zoiets van ook duur uh, sporters? Nou, ga maar echt 20 minuten, een half uur warming up doen. Ja. En dan uh, nou hebben ze een studie gedaan bij Langlaufers, ze hebben ze gedacht: van ja, misschien is dat wel helemaal niet goed voor een inspanning. En dat was een relatief korte inspanning van een kwartier of zo. Mm -hmm. En dan hebben ze eens, voor het eerst echt eens gekeken, nou, we doen het eens even anders. We doen het tien minuten de warming-up. Okay. En bleek uiteindelijk dat die uh, veel beter presteerde op die, uh, dat Serie? kwartier later die test. Ja, met en werd, werd dat verklaard? Is ja, uiteindelijk dat, ja, dat, dat je, je maken ja, in de warming up? Ja dat je gewoon uh, onnodig e energie uh, aan het verspillen bent en vooral hangt weer af van de intensiteit natuurlijk, maar zo'n studie in Spaanse Topwielrenners. Ja, want wielrenners en, zien ja, we altijd ja. op de rollenbank. Infietsen, uitfietsen, ja. uh, die zijn er de hele e, tijd e, mee tot bezig. Tot aan echt uh, zweten. Dan, hè? Ja, ja, dan, uh, het, het, het zweet kan opgevangen worden. Dan hebben ze die koptelefoon op en die ja. ziet zich echt... Uh... En dan moeten we even twee dingen denk ik losknippen. Bij tijdritten ja. zien we natuurlijk echt. En dat ja. is dan meer een beetje richting die 100, 200 meter sprinten wat we zeiden. Ja. Daar moeten ze natuurlijk vanaf het piekje ja. ja. meteen vol gas erin. Want ja. uiteindelijk wordt die tijdrit beslist ja. op halve secondes soms. Ja. Um, dus daar kan ik me bij voorstellen, maar voor een etappekoers. Ja, op nou, de rollenbank. Ik, ik denk ook dat we met name zien bij die tijdritten. En, maar ze uh, doen het altijd. Ja, he? ook bij bergrit. Nou, op het idee van hey, na uh, vijf kilometer begint al de eerste kol. Ja. Dus ik denk dat dat, uh, ja, Ik denk dat het wielrennen dusdanig op dat niveau anders is dan uh, dat jij een marathon gaat lopen, waarbij de ja, eerste kilometers. Precies. Waarbij je toch je eigen tempo loopt. Jij hoeft niet meteen ja, mee. Ik hoef niet mee, mee met de koers. Nee, je hoeft niet die haast te gaan volgen nee. uh, die, de, voor die, die twee uur tien. Uh... En dat is bij -wiel, uh, ja. wielrenners natuurlijk ja. wel. Daar is het uh, vanuit de start vaak tegenwoordig. Hoor je dat ja. in de podcast? Maar dat is volgens mij ook veranderd. Want uh, ja, ik, 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 ik denk vijf à tien jaar geleden was dat ook nog niet zo intensief. En nog steeds na die studie in Spaanse uh, topwielrenners. Ik denk een paar jaar geleden gedaan. Hebben ze gewoon gedacht, oké, okay, we hebben drie protocollen. We gaan uh, standaard 10, 20 minuten test gaan we doen. Ja. In het lab. Een soort uh, FTP-testachtig? Ja, gewoon ja. kijken. 20 minuten zo hard mogelijk. Okay, en dan kijken we naar vermogen. En dan kijken we een beetje hoe je die race indeelt. We kijken ja. naar hartslag. RPE, de hele ja. mikmak nemen we mee. En uh, 10 minuten warming up. 60% van VO2 max. Dus dat is eigenlijk één tempo. Dat is een beetje de klassieke manier waarop we deden. Warm fietsen in ja. feite. Ja. En dan hadden ze vijf minuten waarbij je drie keer tien seconden echt voluit sprintend. Ja. En de derde groep deed eigenlijk niks. Oké. Okay. En dan gingen ze kijken. Nou, Mooie studie. Ja. Hadden ze van tevoren nog testjes gedaan van de maximale uh, kracht in de kuit gemeten. Het zij uh, actief zelf gedaan, het zij passief dat ze hem gestimuleerd hadden. Mm -hmm. Dan zei ze: Nou, kijk, die twee protocollen: warming up. Ja, die leveren al meer kracht op. Dus die persoon. Meer ze... dan niks doen. Ja, de niks derp. doen. Ja, dus warm up, zinvol. Ja, en ze keken naar de HRV als een soort maat van. Want die, juist die, die moet dan omlaag gaan. Ja, de hartslagvariabiliteit. Ja. Ik denk toch altijd maar aan uh, luisteraars die instappen en niet al 160 ja. afleveringen hebben geluisterd. Ja. Aflevering, <laughs> weet ik ook, weet ook niet meer in mijn hoofd. hoofd. Nee. Maar dan, is, dan kun je kijken naar die balans tussen sympathisch parasympathisch. Ja. Dus eigenlijk hoe. Uh, ja, dat je... Een indicator voor stress. En ze lieten zien, die stress is toegenomen, want de HRV is een stukje omlaag. Ja. Dus dat geeft aan van, ja, uh, de, de wielrenners in dit geval zijn, uh, zijn er klaar voor. Fight, flight, fright. En dan, uh, nou, gingen ze die testen doen. En toen zagen ze, ja, hey, uh, juist die met de warming-up, die starten harder inderdaad. Maar uiteindelijk, na 20 minuten gemiddeld genomen, was de eindtijd hetzelfde. Het getrapte vermogen hetzelfde. De RPA hetzelfde. Als de groep die geen warming-up warming up had gedaan. Had gedaan. Kortom, je hebt al maar een paar minuten, misschien vijf minuten, daar een beetje profijt van. Dus wat in lijn is met de observatie: warming-uppen zijn vooral belangrijk voor korte, ja. intensieve ja. inspanningen. Ja. ja, nu is de. Ja, dus de, was maar er was voor mij nog een groep. teken van. tien die, die sprintjes hadden gedaan. Ja. Nou, en waarom doen ze dat? Dat is eigenlijk wel het nieuwe, uh, de nieuwe inzichten. En uh, dat is het PAP of het uh, Post-Activation uh, Potentiation. Of je komt over tegen post-activation post potentiation. potentiation. Interessante term. Of post-activation performance enhancement. Okay. Dus nou ja. Post-activation potentiation is eigenlijk, heeft te maken met spierkracht met name. Ja. Dat als je hem eerst activeert, dan daarna dat er een po, ja, is, ja, en dat extra, die zwakker is, he, ja, toch? In gewone mensen dat je meer kracht kan leveren dan je, ja, je doet zonder die activatie. Ja. En dat is wel iets wat eigenlijk uh, vanuit, ja, uh, mensen vanuit de krachtsporten en de explosieve sporten, nou ja, uh, beter ontwikkeld is en daar meer onderzoek gedaan en de, ja, daadwerkelijk zien als jij dus eerst jouw spieren echt bijna maximaal aan het werk zet of maximaal. Dat je nou een wachtje tien minuten en dat ze daarna kunnen ze gewoon meer kracht leveren. Kijk, en nu jij dit vertelt denk ik, oh ja. Ik heb natuurlijk niet meer zo heel recent een echte flinke tien kilometer gerend. Mm -hmm. Dus ik moet een beetje refereren aan vorige herfst, renswouden en ook Zevenheuvelen. Ja. Maar daar doe ik dit wel inderdaad. Ja. Als je mij vraagt naar een protocol, moet ook een beetje opgraven. Maar daar zitten altijd wel een paar sprintjes in. Ja. Even zo'n versnelling ja. volle sprint. En echt volle sprint. Hè? Uiteindelijk dan, helemaal uh, ja. Dan maximaal. Ja, ja, ja. 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 Nou ja, dat dus is en, een goed idee, leer je. Ja, maar zo kun je ook met, uh, met, met squats uh, wat doen, of uh, lunges of noem maar op. Juist op die manier. In je uh, warming up Ja, tien minuten wachten en daarna. Uh, en dat geeft in ieder geval, die spieren leveren meer kracht. En dan zien ze dat ook wel af en toe terug in, in de duursporten. Dus nogmaals, want die Spaanse studie waar ik net naar keek, die had die drie keer tien seconden ja. sprintjes. Is er een andere Spaanse studie geweest? En die deed eigenlijk hetzelfde, maar die noemde het dan van ja, we doen het in het kader van de PAP, zeg maar. Mm -hmm. Die deed net even wat heftiger, want die lieten echt hun, uh, hun renners vier keer vijf minuten. Uh, hun beenspieren maximaal contraheren. Dat is geen sprint. Nee, dus dat deden ze. Nou ja, uh, gewoon in, uh, in, in, in zo'n bench press apparaat. Och, zeg maar. Vijf minuten, ja. is lang. Nee, johan. vier keer vijf. Vijf uh, reps. Ja, vier keer oh, vijf reps. Ja, die zijn minuten. Dan zei ik dat verkeerd. Ja, ja. oké, okay, helder. Ja. Dus vier, keer ja. vier keer vijf reps. Vijf keer drukken. Ja. Een setje van vijf. Ja. Dat herhaal je vier ja. keer. Ja. Tien minuten rust. En daarna doe je weer die 20 minuten uh, uh, tijdrit. Mm -hmm. En daar zagen ze het daadwerkelijke verschil. Volgens mij gingen ze 6% sneller, of noem maar op. Zo. Dus daar zit wel iets in. Van de vraag is of jij met jouw sprintjes wel uh, ja, voldoende je maximale kracht levert met die spieren. Ja, Want daar lijkt het om te gaan. Ja. Dus. dus... Als we hem afpellen, wat we nu weten, dus enerzijds gaat het over temperatuur brengen in de spieren, uh, de, de coördinatie wakker maken, uh, mitochondriën opwekken. Ja. Dat doe je allemaal een beetje met dat rustig inlopen, in mm -hmm. fietsen, inzwemmen. En daarnaast zien we dus nu, wacht even, om de prestatie te verbeteren, moet je er ook even wat maximaal werk ja. in doen, omdat je daar een soort herinneringseffect van krijgt. Ja, die spieren hebben inderdaad even uh, echt wakker geschud. Gedacht van, ah, nu gaan we volledig aan de bak. En uh, die kunnen meer kracht leveren. Ja. En dat kun je dan uiteindelijk terugzien ook in een, in een duurtest. Ja. Uh, Spannend hierbij is wel, we hebben het eerder gehad over ja. niet de langwarming. Op, dit is natuurlijk een anaerobe inspanning. Ja. Komen ook stoffen bij die uiteindelijk uh, wat pijn gaan doen. Dus je moet denk ik ook hier wel ja. mee doseren. Nou ja, en ik denk al meteen aan... Eh, op mij, bij mij dan van, oh jee, daar gaat mijn hamstring weer. Of zo. Oh ja, je ja, kan je uh, ook ja. nog mee blesseren. Dus ja. uh, ik ben daar ook niet helemaal keen op. Maar het geeft wel aan dat een beetje explosiviteit ja. op zich prima is. En, uh, maar dat je en je, kan net, inzetten. je kan ook uh, explosieve uh, squats doen. Ja. Uh, dat kan natuurlijk met jouw hamstring dan wel. Ja, uh, euh, nou daar is een studie inderdaad bij hardlopers gedaan... En die vond ik wel, ja, die deden inderdaad, uh, ja, jumping squats. Maar ik heb even het filmpje gekeken. Ja, die hebben dan ook nog zo'n elastiek uh, onder hun uh, bovenbeen en dan net onder de knie. Aan, ja, onder de knie, maar dan. Uh, Vastgemaakt aan hun schouder zeg maar, die loopt dan helemaal over je lijf heen. Oh, heb, heb je ik daar nog nooit gezien? Van... Nee. nee. Dat, dat waren, was hun protocol van de jumping squats. Maar wat, wat is een jumping squat? Met, met resistance. Een squat, weet ik. En nou? squat is even weer op opspringen ja? oh, en Oh ja, ja. Dan dus bij het even uitgaan even, ook even ja. Ja. een sprong. En vanwege dat elastiek heb je nog wat extra weerstand. En uh, nou, die hebben eigenlijk zelf gedaan vier keer uh, vijf repetitions. Ja. En dan was wel interessant, die gingen dan vijf keer, nou eigenlijk vijf kilometer lopen, maar het werd onderverdeeld in één kilometer steeds, stukjes. En na die ene kilometer gingen ze even een sprongtest-achtig uh, ding doen. Uh, ze deden uh, gewoon een high-rocks-protocol. Ja, <laughs> eigenlijk wel. Paar testjes. Ja. En wat zij inderdaad vonden is van met name in die eerste kilometer was duidelijk, nou die uh, ja, de, 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 de spieren konden meer kracht leveren. De eerste kilometer ging ook een stukje harder. Ja. En uiteindelijk levert dat toch na vijf kilometer ook wel wat winst op. Maar dat effect werd wel steeds minder in die andere kilometers. Dus je merkt dat met name in de eerste kilometer, één of twee, heb je daar profijt van. Die spieren, in dit geval de beenspieren, leveren meer kracht. Uiteindelijk, ja, goed. Hoeveel ik vind dit ook een verwarrende test. Want je bent al begonnen aan ja. je hardloop. Uh, inspanning in feite, en dan ga je die voortdurend onderbreken ja, om nog dat de is, krachtoefeningen ja, te doen. Ja, het was netter geweest als het allebei, maar ze wilden gewoon even weten: zien wij, uh, zien wij het pap gebeuren van, ja, uh, kunnen die Kun je dat leveren? Ja. En zien we dat uiteindelijk terug in de prestatie? Dus uh, ja, dit, dit, dit laat zien dat eigenlijk voor een 5-kilometer-run of misschien 10 kilometer dat inderdaad prima is om even wat explosiefs te doen, inderdaad. Ja. ja. En dan, uh, ja, hoe je of je nou je elastiek meeneemt naar de warming-up en dat maakt hem weer nog zwaarder ja. in feite. Dus dat, uh, dus oké, okay. dus ik heb al best veel geleerd over wat het is, wat het doet, ook wat de wetenschap ja. zegt. In feite blijft het natuurlijk vrij dichtbij wat je gewoon op je boerenverstand al deed. Ja. maar fijn dat we nu. Ja, de, maar ik de, vind de pap ik, is wel ja. echt nieuw, hè? Ja. dat ja. intensieve moet er echt bij. Ja. Ja. Toen zei jij, de omgeving maakt ook nogal uit, want we gaan het koude seizoen weer ja. in. Ja. Wil ik toch nog even een klein voordat we dat doen. Ja. Want er zijn eigenlijk twee... Twee parallelle stromingen in, in de wetenschap. Oh want dit is eigenlijk. De wetenschappers zijn ja, er niet eens. Ja, maar die vullen elkaar wel aan. Want okay. er is ook, namelijk vanuit energie. Dus we hadden het nu over krachtontwikkeling. Ja. En ja. uh, hoe je dat eigenlijk maximaal kunt maximaliseren voor spieren. Ja. Er is natuurlijk ook van, zeggen bij duurinspanning, is is hartstikke belangrijk. Je energiesystemen en vooral je aerobe energiesysteem. Afhankelijk ja. van zuurstof. Hè. Ja. Dus het, het, dat hart moet uiteindelijk... en die longen moeten de zuurstof opnemen. En het hart moet het gaan rondpompen in het bloed. Het moet uiteindelijk naar de mitochondrie toe. Die moet gaan verbranden. En er moet energie geleverd worden. Ja. En daar zit gewoon een normaliteit, een vertraging in. Het is gewoon, als jij uh, meteen gaat hardlopen... In, in jouw, eigenlijk jouw marathontempo... Ja. dan heeft het uh, jouw... Uh, je, je zuurstofopname is niet meteen in een het stap is omhoog. Niet aan, nee joh, nee. Als, ik, als ik nou al, ook, ook, ook in het teleur, maar eigenlijk altijd ook in, in trainingen. Ook, je voelt het ook Je voelt het. En als je gaat kijken naar je hartslaggrafiek, ja. Die blijft misschien wel anderhalf, twee kilometer nog heel laag ja. liggen en ja. dan een beetje zo tonk springt ja. hij omhoog. Dus daar zit ook een beetje, ja, die vertraging. Daar zit een, nou bepaalde e-macht uh, wordt dan altijd mooi gefit en dan zeggen ze kijk, ja, daar zit een bepaalde, de zuurstof dynamics, de zuurstofopname dynamics wordt dat dan genoemd. Ja. En dan dat eerste stukje namelijk omdat die aerobe energieaanbod uh, nog niet op gang is moet opgevangen worden door nou, die Anerobe, andere systemen anaerobe en ja. Uh, ja. nou ja dat kan prima maar uiteindelijk heb je al een beetje dus uit jouw uh, anaerobe uh, vooraansnoept ja precies nu en blijkt dat van je duurt te staan aan ja. het einde in nou de nou laatste ja, kilometer is ja, 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 is zonde in ieder ja, geval ja, 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 ja. En, uh, maar die die studies laten dan zien die zeggen ja maar je kan dat die boel wel versnellen door middel van eigenlijk een warming-up of door eigenlijk van tevoren al het systeem aan te zetten, aan mm -hmm. te zwengelen. Mm -hmm. En waardoor eigenlijk die vertraging iets ja, korter wordt. En dat noemen ze priming. Okay. Dat is een priming dus op die manier kun je ja, je zuurstofaanbod primen, waardoor het sneller loopt de tweede keer. En zij zeggen dus duidelijk aanwijzingen ervoor van dat het goed is om het lichaam even... Ja, aan te zwengelen, de motor aan te zwengelen. En dan heb je daar, nou ja, tien minuten later, als je, voor die echte inspanning, voor je race, heb je daar profijt van. Zij zijn wat dieper gedoken in dan mechanisme je het Profijt ook gespecificeerd? Want ik zit een beetje te twijfelen. Denk, ja, ik hoor wat je zegt, tuurlijk. En ik herken die spike. Ja, maar niet, ja, niet spike op prestatie. Dit, dit is komt. echt puur van, zij kijken puur naar uh, het, de, het zuurstofopname. En dan meten ze dan van een uh, 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 milliseconden, een milliseconde, en dan zien ze eigenlijk de tweede keer dat ja, die T50, hè, dat is dan de halve tijd van uh, hoe, je, hoe die dat soort dingen uitzet, dat dat uh, een stuk korter is geworden. Ja, dus dat je hart -systeem sneller reageert. Ja, ja. ja, En dat je dus minder hoeft te snoepen uit die uh, anero Zij zijn meer mechanistisch bezig, en zeggen, ja, wat, 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 wat is daar essentieel voor? Of wat gebeurt daar precies? Nou, blijkt lactaat, nou, je had het al over, je gaat onnodig, wil jij uh, allerlei stoffen misschien bij een warming-up? Wil je liever niet dat je jouw benen gaan voelen? Nou, lacta maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Zij zeggen ook dat aanzwengelen op zich van je hartslag is ook niet het meest belangrijk. Zelfs de temperatuur is daarvoor niet belangrijk. Zij zeggen, ja, wat er daadwerkelijk gebeurt, is dat die mitochondriën al <laughs> nee. weten van, ah hé, hey, we moeten het aan de bak. En die gaan dus eigenlijk uh, zich klaarmaken voor, uh, er worden een aantal enzymen geactiveerd. Calcium bereikt al meer die spiercel, waardoor op dat moment eigenlijk die, uh, ja, de spiercellen al klaar zijn om wat makkelijker met de aangeboden zuurstof om te gaan en om te zetten in energie. Dus nou ja, dit dus in ieder geval biedt weer eigenlijk uh, duidelijkheid over het nut van toch van tevoren even diep gaan. Want ja. juist voor die priming-exercise zeg ja, dan moet je ook echt wel lekker... Uh, diep gaan, hoog gaan? Oh, eigenlijk volledig je alle energiesystemen aanzetten. Dus ook weer ook even, even hard. Even hoog intensief. Ja, ja, eigenlijk boven je FTP. Ja. En dus ja, dat gaat richting die sprintjes, wat jij ook ja, al toch wel, uh, van natuurlijk ja. doet. Ik ja. moet wel zeggen dat door dit verhaal ik nu wel denk, mijn. Tegeltje, uh, joh, waarom lopen doe ik wel in de eerste kilometer van de marathon? Ga ik ja. een beetje twijfelen. Maar dan moeten we maar eens even aan. Uh, zo even aan, aan Guido vragen, Die weet daar meer van. Ja, ja. Guido uh, gaat ons sowieso zometeen helpen. Guido vroemen om even deze wetenschap weer terug naar ja. de praktijk te brengen. Ja. Um, ik denk dat we de vragen van Ivan Meijer aardig beantwoord hebben, maar nog niet die van Maarten Drent. Ja olie En jij noemde al heel even in het begin de passieve verwarming op, oftewel dingen ja. aanbrengen aan de buitenkant. Ja, met gekke aan, uh, ja, precies. De mensen zeggen: Ja, maar als ik nou gewoon uh, een, een warm matje of een warm vest of iets, ja. ja, of massage zeg maar, bij wijze van spreken, ja, dan is toch altijd uh, uh, de, de commentaar erop: Ja, je, je huid wordt vooral warm. Uh, ja. Je spieren misschien ook nog een beetje, maar onderdeel eigenlijk van warming up is ook dat jouw uh, hart-long systeem ook ja, al leren we net. Ja. Eigenlijk niet te werk wordt gezet. Ja. Dus je mist daar toch wel wat in. Uh, het gekke is van die olie die uh, was Iva doorstuurde. Ja, ja, dat maarten, maarten. Maarten, was dat? maarten. oh ja. Born noemt die als merk ja, met een aantal. Ik heb even gekeken, morgen. ja. Het ja. ziet er fantastisch uit, maar uiteindelijk, of tenminste, het, het bekt wel, uh, wel leuk. Ik, ik heb het nog even opgezocht waarmee zij zich profileren. Nou ja, de, en dat is in ieder geval dat het een mooie bruine kleur geeft. Dat is wel interessant. <laughs> Want dit is een start-up: is een niet verwarmende sportolie. Niet verwarmend. Niet verwarmend. Die je spieren activeert. Ja, hoe dan? Start-up bevat speciale ingrediënten die een optimale doorbloeding van de spieren ondersteunen. Ja. De eerste keer in korte broek in het voorjaar start-up geeft een mooie bruine kleur aan je benen, accentueert spieren. Wat? Nou, ja, en, uh... en ik ga nu maar even zeggen, in het kader van de gratis schoenen van de Brooks. Ja. Uh, we hebben geen gratis uh, Born start-up olie gehad. En als Born dat zou toesturen, <laughs> zouden we hier ook zo over ja. spreken. Want dat hebben we ook met Brooks afgesproken. De ingrediënten. Arachis, hypogea oil, melaleuca leucadendron, kajaputi oil, myristica fragrance oil, pinus pelatris oil en beta-carotene. En dat is natuurlijk voor de kleurtje. Hè? Een beetje een wortel. Uh, ja, 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 ja. Krijgt zo ding, maar, maar waar is dit dus op verkopen? Ja. Ze zetten dus op de verpakking het warmtje spieren op. Niet verwarmend deze. Ja, ja niet verwarmend, maar wel maakt je klaar voor ja. de wedstrijd. Ja, ja, Ik dus... moet denken, is dit tijgerbalsem uh, ja. hype wat de top is? Het ruikt wel bijzonder. Ja. Ik stond bij de Dam tot Damloop dit jaar natuurlijk weer naast dat topveld. Ja. Je ruikt het wel, ze ja. smeren het allemaal. Ja. Nou ja, eigenlijk weten we dat toch ook. Dat het met name de huid verwarmt. ja. Ja, ik mocht het een beetje, de spieren. En nou ja, je hoeft ook niet... Maar als je het nou niet... een placebo hebt, ja. juist door die sterke geur. Ik kan me wel goed voorstellen dat je wel helemaal in de wedstrijd-vibe komt. Ja. Hè? Als ja. je alleen dat al nee, ruikt, mentaal denk je, je nu, het nu zeker. gaat het gebeuren. Ja, ja. dus dat, dat kan zeker. Kijk, maar de, de angst... Kijk, waar mensen een beetje, denk ik, uh, mee uit moeten kijken... is juist als het... Nou ja, de voorjaarsmarathon en het is al meteen... is lente geworden je bent er nu niet aan gewend... Mm -hmm. Ja, dan voelt het natuurlijk bij de start nog een beetje. Heb ja, je is ook, het koud in de ochtend? Ja, ja, frisjes. Maar die kerntemperatuur, ja, die gaat toch best wel snel omhoog. Ja, uh, of in ieder geval, eigenlijk de, de temperatuur van je benen gaat omhoog. Ja, je. Maar als het te veel omhoog gaat, gaat ook die kerntemperatuur omhoog. En daar hebben we natuurlijk in de afleveringen over uh, hitte al, al uitgebreid over gehad. Ja. Dan wordt dat eigenlijk een belangrijke tegenstander dan het feit dat jouw spieren in het begin nog een beetje fris zijn. Fris nou zijn. Ah ja, dit is ook een mooie afweging. Dus uiteindelijk is warmte een grotere tegenstander ja. dan kou. Ja, en, en zeker al uh, als het boven de, nou, nou, de 15 graden komt of uh, en, je, en je lijf is nog niet gewend, je bent nog niet geacclimatiseerd. Dus ja, dan is het uh, nou ja, goed. Dan kan het misschien zijn dat je zegt, ah, oké, okay, het voelt aan de start heb ik al warme benen. Maar ja, uiteindelijk, als jij één kilometer onderweg bent, heb je ook dus, warme benen. Ook warme benen en, zeg jij nou uh, tegen Maarten Drent en alle andere luisteraars dat al dit soort activatieolieën en sausje en smeersels, ja. dat dat wetenschappelijk gezien onzin is? Nou, onzin, ja. Het wordt in ieder geval gezegd dat passieve warming-up. Ja, dat had eigenlijk uh, weinig. Uh, ja, ja weinig. niet zinvol. Ja. Hè? Dat ja. is waar wij uh, ja. naar zoeken. Tenzij je het doet voor die bruine benen. Hè, dan mag het van dat mij. kan altijd of, uh, uh, ja. zinvol zijn. Ja. Maar dan, dan zit je nog altijd van: oké, okay, uh, je hebt je warming-up gedaan en idealiter tien minuten daarna ga je van start. Zoiets, vijf à tien. Maar soms moet je langer wachten mm -hmm. en dan, uh, ja, je wat moet doe je dan? Een liedje zingen. Ja. Uh, <laughs> ja, ja. <laughs> En dan zie je mensen, denk ik, met uh, vuilniszakken om zich ja. heen. Of, uh, ja, zeker. Een ja. uh, ponchootje. Ja, Had en dat is teleur. dus wel, ja, dan in die zin kan een beetje uh, passief opwarmen of passief warm blijven wel, hel wel helpen. Want wat je niet wil is inderdaad dat jouw spieren, dat je het echt gaat koud krijgen. Dat je rillen. Ja. 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 En dan, uh, ja, die studie is ook gedaan met, met roeiers, volgens mij, die is bij 8 graden. Je uh, hebt een warming-up gedaan, dan uh, 20 minuten wachten, 15 minuten wachten... en dan bij 8 graden een, een ergermeester-test van pak een beetje 3 kilometer. Ja. ja, dan zie je als je... Uh, uh, ze lieten die, uh, die roeiers uiteindelijk een, een, een vest uh, met, met een, 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 een warmteplaat erin aandoen... en dan zagen ze uiteindelijk dat dat uh, wel wat opleverde. Dus dat is ook een beetje uh, logisch ergens wel... Kijk uit uh, voor uh, als je te lang moet wachten en het koud krijgt. Maar in principe is het hoogste ter overbrugging van die actieve warming up tot aan de start kan iets passief zijn. Nou ja, wat mij betreft, nou ja, als je die vuilniszak niet bij je hebt, dan kan een smeerseltje misschien ook nog een beetje helpen. ja, dat, ja. Uh, ja. ja, ja. Maar dat. Het is vast. Ik heb de prijzen niet bij de hand. Maar het kost vast een hoop geld. Ja. Uh, placebo werkt altijd, zeggen we dan maar weer. We gaan eens dus even met de uh, sportarts en topcoach Guido Vroemen nog even de praktische implicaties uh, dubbelchecken. Ja. Of we het helemaal goed begrepen hebben. Maar niet voordat we even een aantal mensen in het zonnetje zetten. Want uh, het gaat de afgelopen weken hard. Veel nieuwe vrienden van de show. Als je net luistert, uh, wij maken deze podcast met heel veel liefde. Maar ja, het kost ons ook tijd en geld. En we proberen enigszins weer uh, een beetje de kosten terug te halen. Onder andere door een aantal mooie live optredens, die nu ook weer op gang ja, beginnen ja. te komen, dus dat is leuk. Maar ook door jouw waardering om te zetten in een kopje koffie wat je ons wil schenken via vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. En dat deden onder andere Marco van Etten, Winanda Spoor, Rines Luimens. Matthijs Brouwer deed het ook, Marco van Zanten deed het, Bart Vos en ook. Peter Eshuis. Hmm. Die kennen we nog. Want Snel. die was in Erteleur erbij. En dat was een uh, jongen. Ja. Zevende, nee, dertiende overal. Zeven ja. in zijn leeftijd. En uh, hele snelle lopen. Welkom, Peter. Uh, als je nu denkt: ik heb dat toch ook onlangs gedaan? Ja, dat klopt. Maar ik smeer het een beetje uit over de afleveringen. Dus uh, volgende week hoor je weer uh, een aantal andere vrienden van de show. En wil je ook genoemd worden? Ga dan gauw naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. Tot zover de plug. We gaan zoomen met Vroemen. We gaan Guido, goedemorgen. Hey Guido. Goedemorgen. goedemorgen. Hey, wat uh, was je nog even bezig met de warming up? Want het duurde ja. even voordat je weer uh, binnenhaalde in de Zoom. Ja, en ik had hem nog niet helemaal afgemaakt. Dus ah. uh, ik moest even de laatste dingetjes nog even voorbereiden. Ja, hoe bereid jij je voor op zo'n opname eigenlijk? Nou, uh, uh, mentaal vooral. Oh ja, mentaal vooral. Ja, bak je ja, koffie erbij? Ja. Fysiek uh, hoeft het dit <laughs> zozeer? Um, zo, uh, maar ik moet me wel mentaal scherp uh, stellen voor de, voor de wedstrijd dan. Hè? Ja. ja, voor de wedstrijd. Zo, zo voelt het wel, hè? Even ja. in een. Want wij gaan natuurlijk een vraag aan je stellen. Ja. We hebben het je over moet, warming je wel up gehad. De Belang van warming up en toch wel de nieuwe inzichten die ik. Uh, Tegenkwam uh, vanuit de literatuur. Yo. Richting de. Ja, dat het toch goed is ook voor duursporters om juist uh, even explosief bezig te zijn vanwege het PAP gebeuren, het post-activation potentiation gebeuren. Mm -hmm. Plus die uh, oxygen priming, waardoor je eigenlijk je zuurstofopname ook wat sneller kan gaan. Ja. ja. Nee, ja, dan... En aan de andere kant hebben we geleerd over het risico dat sommige atleten te veel warming-up lijken te doen. En dat brengt ons bij de grote vraag. Guido Vroemen, coach ja. van diverse topatleten, sommige zelfs uh, professioneel of semi-professionele atleten. Ja. Wat schrijf jij voor aan warming-up-protocollen? Nou, veel van mijn uh, sporters, atleten, hebben zo hun eigen voorkeur, hmm. waar ze zich goed bij voelen. Dus daar ga ik altijd uh, wel in mee. Ja. Um, uh, uh, Warming-up is, is natuurlijk het belangrijkste daarvan: is dat je goed gaat voelen en klaar bent om een prestatie te leveren. Dat klinkt ja. vooral mentaal. Ja, maar dat is een mooie algemene. Ja. He, daarmee zeg je: ja, het maakt mij niet zo heel veel uit ja. wat je doet als je maar ja. uh, klaar aan de start staat. Ja, maar dat kan natuurlijk best voor je gevoel. In je hoofd goed zijn, maar misschien komt het er dan toch nog niet helemaal uit. En heb je tijdens de start van een wedstrijd bijvoorbeeld toch denk God, ik kom, nog, hè, ik, ik kom moeizaam mee. En, uh, of juist andersom, ik ben al snel moe. Nou ja, dan moet je daar wat aan gaan sleutelen. Hè? Misschien is dan de inhoud wel niet zo helemaal goed. En uh, ben je mentaal misschien denk je wel voorbereid op de wedstrijd. Maar is het fysiek niet goed genoeg of te veel? Uh, dus dat zijn dingen die je per persoon eigenlijk gaat bekijken. Dus ik heb niet echt een vast hm. format voor iedereen. Waar ik denk, nou weet je, doe dat. Dan gaat het altijd goed. Maatwerk dus uiteindelijk. Ja, eigenlijk wel. Maar Kijk, ik vroeg aan, de, ik heb... uh, aan Gerrit hier aan de overkant, die jij ook uh, coacht. Van, ja, uh, ja, heb jij de... wel een warming-up protocol <laughs> van, uh, van Guido mee, uh, mee gekregen? zei hij. Nee, eigenlijk niet. Behalve nee. dan dat ik rustig moet beginnen. Meestal. Ja, toch? Ik zei iedere uh, training, iedere looptraining begin met 10 minuten rustig inlopen. Ja. iedere fietstraining geloof ik met 20 minuten ja. in rustig in fietsen. Maar ja. daar, zit, daar zit niks explosiefs nog in, zeg maar. Om al uh, even. Nee. Even extra diepgaand. Weet je, diep weet je diep weet gaan. waar het ook mee begint? We vliegen er gelijk in, maar uh, kijk eens op YouTube, zien die natuurlijk allemaal dozen staan. Guido, nieuwe schoenen oh, hè? Voor je. Nieuwe schoenen van de Brooks. Want de warming up begint natuurlijk met de ja. schoenen aantrekken. Van de Brooks. <laughs> oh, maar goed. <laughs> ja. Ja. ja, dus uh, drie paar. Materiaal moet goed zijn hè? Voor jou Zijgen hebben ze, ze zwart met blauw. Heel mooi. Dikke zolder op. Helemaal carbon neutral heb ik inmiddels oh. op de doos gezien. Dus geen carbonplaats. Zaten nee. wij net nog over te twijfelen. <laughs> carbon ah. neutral. Carbon neutral, dat wil zeggen gewoon geen carbon. Nee, ja, het is goed voor het klimaat in <laughs> ja. ieder geval. No maar, carbon. Uh, ja, okay. ook geen carbon opslag in de zol. Anyway, moesten we toch okay. even uh, gezegd hebben. Maar ja. mooi zijn. Maar dan ga ik dus weer langzamer. Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik ben. Nou, Oké, okay, nu maken we even een zijstap van de warming okay, up naar ja. de schoenen. Ja, We, we, ja, 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 we, we ja, gaan ja. binnenkort nog over de schoenen hebben, ja, zei zeker. je zeker. Een update, aflevering over ja. de schoenen. Maar ik ben wel blij met een extra paardje even zonder carbon. Want ik heb wel eens een fysiotherapeut gesproken die een beetje waarschuwt over middenvoetsfracturen en weet ik dan. Omdat die plaat eigenlijk veel te hard en recht onder de zool uh, zit. En ik merk wel iets in mm -hmm. mijn tenen. Voel ik gekke dingen. Dat ik dan blij om af en toe op wat anders te lopen. Dan hoor jou al uh, brommen, Guido. Dus dat herken je. Ja, 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 ja. Kijk, ik weet niet of dat nou uh, direct. Uh... Een kausaal verband is. Oké. Komen we op die die terug die. in de schoenenaflevering ja. en in de review van de Brooks Ghost Max. Terug naar de warming up. Goed, de warming up. Bij de trainingen, rustig in fietsen, rustig inlopen. En Jurgen zegt: geen intensiteit ja. in die warming up daar nog. Nee. Nee, kijk, bij de trainingen daar ga ik ook niet echt warming up protocollen voorschrijven aan mijn atleten. Dan mag je gewoon zelf. Uh, zelf zien van ja, wat je zelf prettig vindt. Bij een duurloop doe je gewoon, begin gewoon rustig en uh, gaat het tempo langzaam wat hoger. En dan is dat eigenlijk gewoon prima. Als je een intervaltraining doet, ja, dan wordt de, de intensiteit in de eerste 10, 20 minuten natuurlijk ook wel wat opgevoerd. En de doorbloeding wordt gestimuleerd en ja, de eerste intervallen zijn eigenlijk al een beetje... Ja, die helpen nog wat... Um, om, om de warming-up verder door te voeren. Die gaan meestal wat stroever, maar dat is op zich niet erg. Kijk, het is niet zo, als je tien keer één minuut 400 watt moet rijden, eh, dat je dat vanaf de eerste al meteen raak moet zijn. Dat wil je natuurlijk wel. Maar de eerste is vaak wel wat lastiger. En dan merk je na hè, dat je het eerste gedaan hebt, twee minuten pauze, dan komt de tweede, oh, die gaat al wat beter. Hè? De derde, die gaat goed. En dan de vierde gaat ook goed. Mm. Dan heb je dat ook, weet je, dan, dan komt het vanzelf. Dan hoef ik niet... Ja, nog eens een extra warming-up-protocol voor te doen. Dus dan zie je eigenlijk dat effect van priming. Die zuurstof-priming ja. zie je eigenlijk al. En misschien dat pap-effect ook wel. Ik maar er... dan door de intervallen ja. heen. En Precies. in de training is dat oké, okay, zeg je dan. Dat zijn eigenlijk ja. prima. Ja, ja. ja. Uh, ja, ik denk met een hele triathlon... En sowieso hebben we het er maar niet over gehad. Ja. Een triathlon, je begint met zwemmen. Ja. Iemand ja. gaat inzwemmen van tevoren. Ho ho, 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 ho. Zal ja, het kost geven als ik als speaker bij de externe op Ameland... Ja, dan ik, 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 uh, moet de, en zit trouwens bedoel tegenhouden. Ja, er wordt heel in, veel ingezwommen. In mijn uh, belevenis is... Uh, je, je springt erin, je wacht en dan uh, gaat het uh, startschot. Maar nee, ja, ja. dat is die ene uh, in Renkum natuurlijk. Waar je die in Renkum uh, moet je van het schip springen. Ja. Dan is het lastig uh, ja. inzwemmen. Ja, maar ja, die, die triathlon, daar moet je gewoon van een, van een boot springen. Ja. Daar kun je niet heel veel in zwemmen. Ja. Dus ja, dan valt er, maar de meeste, meeste uh, uh, kun je wel even, even in zwemmen. En dan zie je mensen kort even wat uh, versnellingen maken. Harde tempo's en weer terug. Even wat watergevoel pakken. Uh, dat koude water meestal even in je pak laten trekken. Dat je daar doorheen bent. Ja. Maar, dat, maar je ziet niet mensen zeg maar al een heel protocol afwerken. Van 15, 20 minuten nee. banen trekken hard uh, en dan weer <laughs> Nee. Nee. Dus met, met zwemmen is sowieso al een. Uh, nee, want we kwamen eerder onderdeel. in de aflevering ja, al achter. Maar hardlopen hoe, dan. Hoe, hoe korter ja. de race, hoe belangrijker de warming up. Guido, ja. je zegt het is maatwerk. Kan je eens van een van je atleten waar je nou bij betrokken bent, eens meenemen in hoe zag zo'n meer professionele warming up er dan uit? Ja, daar kijk je maar, Vooral waar een warming up belangrijk is, is mountainbiken. Oh ja. Daar heb je ook veel atleten van? Ja. Mountainbikers uh, mm -hmm. die hebben een korte race en eigenlijk is de start altijd al heel belangrijk. Ja. Tegenwoordig heb je zelfs een short race en een cross-country race. Dus die short race is 20 minuutjes. Dus dat is meteen heel, je moet, heel belangrijk dat je meteen goed zit. Want het zijn smalle paadjes, je kunt weinig inhalen, dus dat moet meteen raak zijn. Okay. Dus daar doen ze meestal um, tot ongeveer 10 à 5 minuten voor de start. Plannen dat die dan klaar is. Want daarna moeten ze zich meer melden en opstellen. Ja. Um, nou ja, een, een warming-up van 20, 30 minuutjes... waarin je eerst even rustig gaat draaien. Meestal op losse rollen, want dat is makkelijk te regelen. Want je moet, daar bij, je moet daar blijven. Je kunt niet nog even... Ik ga even rondje fietsen. fiets. Ja, 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 kom even zo, hè. En dan even een valpartij of zo. Ja, ah, nou ja. Helaas. of je, je Plankje wat is verhaald. Ja. Wat. Dat ja. Kijk, nou, ja. nou precies. Dus dat op de losse rollen en dat draaien ze eerst rustig door. En daar zijn er altijd blokjes in die mee, meestal doen we dan bij, bij een aantal zeg maar blokjes die één minuut op 100% FTP, op 110, op zo. 120, op 130%. Een minuut zelfs Guido, dat is best lang toch voor zo intensief? Ja, ja, maar dat trekt, weet je, dat, dat een minuut zorgt er ook wel voor dat je echt wel een, een flinke... Uh, stimulering krijgt van uh, bloedsomloop. Hartslag gaat echt wel flink omhoog. Ventilatie gaat echt wel flink omhoog. Ja. En dan heb je even weer pauze, dan, dan herstelt weer alles. En dan kun je nog een keer. En dan is ook de circulatie, wat eigenlijk het belangrijkste deel is in de spieren. Die staat op een gegeven moment wel open, omdat je veel kracht moet leveren voor nou ja, 120 of 130 procent van je FTP te leveren. Ja. En dus je recruteert, je maakt eigenlijk alle spiervezels in je benen, maak je dan ook wakker. Ja. Zodat die openstaan en dat je dan ook meteen zeg maar, alles kunt gebruiken bij de start. Dat is. Het idee, en dan, ja, en, dan want en je daarna moet... nog weer rustig uitfietsen of zo. Tot, die, ja. tot je echt naar de start moet. Kijk, je hebt dan nadat nou je 1, 2, 3, 4, 5 van die blokjes hebt gedaan. Dan doe je eigenlijk 3, 4, 5 minuutjes rustig even weer. Ja. Uh, Uitrollen met, met weinig weerstand, zeg maar op 50 Ja. Misschien eventjes doen sommigen nog even kort, even vijf of tien seconden sprint aanzetten. Van de rollen af. Uh, en, en dan eigenlijk naar de start toe. Ja, en want daar is het gewoon volle bak starten. Begrijp ja. ik. Ja. Ja. Vandaar, ja, kijk maar eens uh, naar die. Uh, dat kun je vaak ook nog wat terugzien naar de, de, de wedstrijd van cross-country. Als je bij de dames dan kijkt. Kijk maar hoe Puk Pietersen er staat. Mm -hmm. Die staat eigenlijk met de neus op het stuur. Die staat helemaal klaargespannen om keihard te starten. Ja. Maar dat doen de anderen ook. Ja. Allee, ja, weet je, bij haar zie je het heel duidelijk. Dat ze echt gewoon als een, nou ja, als een elastiek gespannen staat om weg te schieten. Dat is duidelijk. Maar, en we hadden het ook bij, bij, bij die wielrenners. Zien we het ook al zoveel tegenwoordig? Hè? Gewoon, uh, ja. Juist ja, bij een tijdrit ja. hadden we zoiets. Helemaal. Ja, dat snappen we. Zeker ja. helemaal. Maar ook bij, bij bergetappes. Ja, ik, ik heb het gevoel dat dat vroeger veel minder van belang was. En tegenwoordig dat ze toch. Is ja. het omdat, dat omdat het meteen van de start af aan uh, knetterhard gaat in? Uh... Dat ligt een beetje aan hoe die etappe, zeg maar, in elkaar zit. Soms heb je bergetappes en dan heb je eigenlijk, nou ja, vrij snel al begint die beklimming. Hè, nog, geen, mm -hmm. nog geen 10 kilometer of zo en dan begint de eerste beklimming. Ja, dan moet je dus, ervoor, dan heb je die misschien, dan kun je zeggen, ja, dan rij ik wel in die 10 kilometer ja. nog wel even warm. Maar eigenlijk is een beetje de. Ja, weet je, het, het, uh, uh, hoe ziet een koers eruit? Er zijn heel veel andere ploegen die denken, nou we gaan meteen vanaf de start, bam, gas erop. Oftewel, dan moet je ook mee. En als je dan nog niet voorbereid bent op zeg maar meteen voluit gas te kunnen geven, ja dan uh, heb je het verdomde lastig en misschien wel kans dat je er daardoor even af moet. Ja. Dus dan is een warming up voor zo'n koers is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Heb, je, heb je een wedstrijd waarvan je denkt, ja, weet je, de, de eerste beklimming is over 110 kilometer pas. Dan is dat allemaal. Dan je, heb je waarschijnlijk wel misschien wel een paar die dan vertrekken. Die dat uh, denken, nou weet je, vandaag ga ik uh, ontsnappen. Maar dan is dat voor de, nou ja, de belangrijkste klasse mensenrenners minder erg. Ja. In hoeverre is zo'n protocol wat je net beschrijft bij de mountainbikers uh, te herhalen naar bijvoorbeeld hardlopers voor een 5 of een 10 kilometer? Zou je, ik vertelde eerder al, ik ga vaak wel, ik laat hem een keer oplopen, ja. hè, ik sprint een keer tot vol uh, of misschien twee of drie keer. Maar dat is wat anders dan een minuut op die intensiteit uh, bewegen. Zou ja, je dat ja, lopen ook, ook doen goed. of... Uh, is Fietsen dat is ook wel heftig? anders dan lopen, nee, hè? dat weet ja. je ondertussen wel. Ja. Um, dus bij lopen heb je wel, je, de, je ziet zeg maar de, de toplopers ook van tevoren warm lopen met wat tempos. Ja. Maar die zijn wat korter en meestal is het dan, ja weet je, 100 meter, ja. 200 meter. Hè? Dat is nog lang geen minuut. Hè? Dat ja. is, uh, maar dat is genoeg. Ja, ja, je moet prikkelen. Eigenlijk is het puur om je, um, je spieren toniseren. Hè? Je moet ze prikkelen, aanzetten, zodat ze gebruikt worden en dat alles openstaat. Ja. En soms zie je, hè, voor een hele korte sprint, als je een 100 meter sprint hebt, dan zie je ze echt niet inlopen met, met hele harde tempels en zo. Maar die ga je springen. Oh ja. Ja, ja, ja. ja en die, die, die en doen... op je spieren slaan, hè? Ja. Ja, dat is, en op je gezicht ook nog. Oh ja, ja <laughs> dat is weer wat anders. Ja. Maar dat nou goed voor is, <laughs> ja, weet ik ook niet. Ja, ja, nou ja daar word je wel alert van, denk ik. Hè. Dat ja. is natuurlijk zoiets van, kom op, kom op, maak je kwaad. En heb je dan nooit angst dat iemand al te veel zijn anaerobe tank aan het leegtrekken is? Uh... Nee, want die korte dingen is dat niet zo, want door die, die pauzes vult hij ook weer heel ja. snel. Hè? Dus, en zeker als je vijf minuten van tevoren weer stopt, dan is die ook wel weer oké. Okay. Ja. Het enige waar je wel op moet letten, is als het heel warm is, dat je niet... Mm -hmm te enthousiast die warming-up gaat doen... zodat je kerntemperatuur... te veel oploopt... als je al 38,5, 39 of nog hoger wordt... die krijg je niet meer omlaag. Nee. Hè? Nou ja. nee, dan zou je juist een koelvest... Cool in plaats van... we hadden het over dat, uh, de passieve warmen... Zeg maar, ik... maar in, in dit geval zou je eigenlijk een koelvest cool moeten hebben... om juist weer ja. die... Uh... Daarom hebben ze die koelvest cool ja. ook aan. Ja. Doen die mountainbikers ook als ze warm rijden... Ja. in de warming-up, in de zomer, maanden... Waar, de, waar die wedstrijden ook gewoon bij... nou ja, soms wel bij 30 graden of een hoger moeten ja. worden verreden. Dan moet je dat gewoon doen. Dan moet je alles toepassen. om met name de kerntemperatuur. niet te snel op te laten lopen. Ja. ja. Nou, en dan kom je via het koelvest en het warmvest. aan de, aan de passieve warming-up. Uh, Guido, toch nog even valideren. Eerder in de afleveringen heeft Jurgen vrij snel binnen anderhalve minuut. alle. Start-up olie uh, en smeersels. die zouden moeten oh ja. bijdragen. aan het ja. opwarmen van de spieren. naar het Rijk der Placebo verwezen. doet vooral als het ja. goed voelt. Maar, uh, voelt goed. Ja. Ja. Lekker warm. Ja. ja, jongen, daar krijg je goede, rode benen van. Ja. En het, weet je, het ruikt ook vaak lekker. Hè? Ja, dat zei ik. Maar, ja. En ik denk dat dat wel een sterk placebo-effect kan hebben. Als je dat dan ruikt. Ja, man. Dat je denkt, het denk is je, weer oh. tijd om te gaan. Ik weet dat ik als kleine jongen. <laughs> Uh, was bij ons in dorp altijd een koers, de klauterkoers. Ja. Am uh, uh, top amateurkoers. Ja, ja. Dan kwamen ze vanuit uh, de kop van Noord-Holland, want daar hadden ze geen berg. En in Zwijkhuis, ja. er was één berg. En die moesten ze dan wel 60 keren achter elkaar omhoog. zo'n rondje. En, wij, en dan kwamen ze omkleden thuis bij ons. En daar zaten die buurenners om te kleden en in te smeren. Jongen, die geur ja, ja. van ja. <laughs> die, ja. die mentel en alles wat op die benen kwam. Oh, dat dacht hij. Oh, lekker. Ja. <laughs> Ik wil ook meedoen. Is dat nu nog steeds onderdeel van een serieuze, slimmer presterende atleet? Als je dat prettig vindt, zeker. Weet je, je, kijk, wat, wat ook bij die smeersels vaak zit, en dat is bij wielrennen zeker zo, uh, als het slecht weer is, dan heb je ook van die hele dikkere zalf met ook die spullen die het ruikt ook. Maar dat, dat helpt je wel warm te houden, is dus een soort vaseline laag op je, op je benen, hm. om de warmte beter vast te houden en dat het niet allemaal zo zijk nat wordt en ja. koud. Waterafstotend en. Uh... Exact, ja. exact. Ja. Dus dat ja. is daarbij, als het koud is, zeker een grote functie. Ja. En dat is dan ook wel, als we nu het crossseizoen qua lopen en ja. zo, door de blubber, is dat dus ook wel handig. Ja, ja. ja, je kunt ook een tight aantrekken, maar ja, die wordt natuurlijk zeker nat en zwaar dan. Ja, helder. Nou, interessant. Leer zo van een warming-up ja. naar uh, nog wat racetactieken in de cross en op de korte afstand. Volgens mij hebben we hem dan uh, wel aardig uh, te pakken, toch? Volgens mij ook. Zal ik eens aan onze uh, kijkers en luisteraars uitleggen hoe ze contact met ons om kunnen nemen als ze zelf nog een hele goede warming-up tip hebben. Als ze misschien toch zweren bij een bepaald smeersel ja. en ons even de les willen lezen. Of als ze andere vragen hebben. Want uiteindelijk maakten we deze aflevering naar aanleiding van de vragen van Ivan Meijer en Maarten Drent. Misschien heb je ook wel een leuke vraag. Dan kun je ons op een aantal manieren gaan volgen en bereiken. Allereerst op social media zijn wij de Slimmer Presteren podcast op LinkedIn en de slimmer podcast op Instagram. Ga ons volgen. Dan weet je iedere keer waar de aflevering van die week over gaat. En kan je ons natuurlijk ook een direct message sturen. Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die pagina kan je een linkje, kan je kopiëren, kan je rondappen naar je hele club. Kijk, zo gaan we het voortaan doen met de warming-up. Even er extra bij sprinten. Of je kan ons mailen via post at slimmerpodcast.nl Dat kan ook met alle aanbiedingen en ideeën van gratis spullen die je ons toe wilt sturen. Maar weet wel, we gaan even kritisch het gesprek met je aan. En als het niks is... Dan durven we het hier ook in de podcast te zeggen. Dus het vereist wel dappere Sinterklaas en Kerstmannen. om ons wat toe te sturen. <laughs> Hoor je wat? Klinkt goed. <laughs> Klinkt goed. <laughs> Heel goed. Dankjewel, Guido. Volgende week gaan we het hebben over de uh, Runners High. En specifiek voor jou willen we dan meer weten over uh, of we niet gewoon allemaal aan de cannabis moeten. Maar goed, dat horen we volgende week dan wel. Oh uh oh. Geniet ervan, hè? <laughs> Tot uh, volgende week. Tot volgende week, Jurgen. Hoi. Yo. Wat goed dat je deze aflevering nog helemaal tot het einde hebt uitgeluisterd, waar we je graag nog een tip geven uit ons rijke archief van meer dan 160 afleveringen om nog even door te luisteren. Inspiratie uit de wetenschap, fysiologie, bewegingsleer, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, waar willen we onze luisteraars aan het eind van deze aflevering naartoe sturen? Aflevering 102. We noemden het al een beetje, hadden het over rekken en strekken, en dat is precies het onderwerp van die aflevering. Ja, de vraag is hoe zinvol. Of onzin is nou het werken aan lenigheid? Ja, zeker. En doe je dat nou uh, van tevoren, bij de warming-up, of uh, na afloop, of misschien wel helemaal niet? Exact. Interessante vraag. Leuke aflevering om terug te luisteren. Aflevering 102.